Een man uit Rotterdam is overleden na een vechtpartij vrijdagmiddag op metrostation Zuidplein. De 54-jarige Rotterdammer zou bij de lift op het perron van de metro richting Spijken -Nisse belaagd zijn. We hebben vermoed dat daar een vechtpartij heeft plaatsgevonden voor de lift. Misschien dat de lift aan zich reden geweest is voor het tumult. Dat blijkt, moet blijken uit de, uit de kamerbeelden en uit mogelijke getuigen. En daarbij zijn oogenschijnlijk klappen gevallen. En daarbij is de man ten val gekomen. Nou, uiteindelijk de fatale gevolgen van dien. Volgens omstanders kreeg hij meerdere klappen. Hij viel en verloor korte tijd het bewustzijn. Toen agenten arriveerden was de man bij kennis. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde zijn toestand en kwam de man uiteindelijk te overlijden. Ja, agenten hebben nog kort met hem gesproken. Konden nog zijn identiteit vaststellen, omdat hij een portemonneetje bij had bij zich had, waarop zijn ideeën bewijzen zat. Uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gevoerd en daar werd de toestand eigenlijk steeds slechter. Is nog s'nachts besloten om slachtoffer naar een academisch ziekenhuis te vervoeren. Om daar nog, nog betere hulp te kunnen verlenen. Ondanks alle inspanningen mocht dat niet meer baten en is de man in de loop van de vrijdag of zaterdagnacht komen te overlijden. De belager is spoorloos verdwenen. En de politie onderzoekt wat er aan de vechtpartij op Metrostation Zuidplein vooraf is gegaan en hoopt te achterhalen wie de belager is. We willen natuurlijk voor het justitieonderzoek achterhalen wat er heeft plaatsgevonden, maar zeker ook voor de nabestaanden van het slachtoffer die recht hebben op antwoorden wat er heeft plaatsgevonden.